Welkom bij mejuffrouw Heidi. In deze aflevering van de moestuin laat ze u zien hoe zij haar knolselderij doet zaaien. Dit keer ga ik knolselderij zaaien. Daarvoor gebruik ik deze bakjes. Dit is de knolselderij trouwens. Grote witte knol. Ik gebruik deze bakjes. Die heb ik ook laten zien hoe je die vouwt. In aflevering 2. Ik heb ze dus dichtgevouwen bewaard. En nu is het kwestie van openvouwen. Aan de onderkant zit nu een heel dun laagje. Waar dadelijk als de knolselderij groot genoeg wordt. Vanzelf met zijn wortels door onderuit kan groeien. En ik dus met potje en al makkelijk kan gaan verpoten. Knolselderij is een knol die dus net boven, net in de grond zich ontwikkelt. Dus je moet ruimte genoeg krijgen. Nou, het papier is dun genoeg. Het waait zelfs nou weg. Maar als het taak nog nat is, dan scheurt het vanzelf en heeft de knol dus ruimte genoeg. Ga de potjes maar gauw vullen. Ik vul de potjes met potgrond. Die doe ik half vullen met potgrond. Zodat als de kiempjes zich ontwikkelen, dat ze ook wat voedingsrijkere grond aan kunnen. De zaai- en stekgrond die ik dadelijk erbovenop ga doen. Die is mooi voor te zaaien, is luchtiger, blijft minder vocht inhangen, dus dan blijft het zeker niet nat. Maar als de kiempjes zich ontwikkeld hebben, zich opgekomen zijn, dan heb ik het idee dat daar te weinig voedingsstoffen in zitten om zich verder door te kunnen ontwikkelen. Vandaar dat ik nou eerst half vul met de potgrond, gewoon universele potgrond, en dan aan ga vullen met wat zaai- en stekgrond. Dat doe ik nou eerst een dun laagje. En dat doe ik dadelijk dan op zaaien en dan strooi ik hem nog af met een heel dun laagje zaai- en stekgrond. De zaai- en stekgrond houdt dan het zaad op voldoende vochtigheid, zodat het kan kiemen. En als de wortels zich gaan ontwikkelen en wat verder naar beneden groeien, komen ze in de gewone universele potgrond terecht. En kunnen ze zich dus mooi ontwikkelen. Dat is mijn gedachte erachter. Grote stukjes gooi ik er natuurlijk uit. En zo heb ik al 5 potjes gevuld. Ik had er al 5 gevuld, dus ik pak er even bij. En zo heb ik er 10. Nou, 10 knolselderies lijkt mij voldoende voor de komende tijd. Dat ik van de winter erdoor kom. Zoveel eet ik ook weer niet. Ik maak de bovenkant eventjes nat. Zodat het vochtig is. Zaai- en stekgrond van boven. Dan blijven mijn zaadjes dadelijk er beter op plakken. Ik zal het even laten zien. De zaadjes. Even openmaken. Ik heb vorig jaar ook gedaan. En de knollen zijn goed ontwikkeld. Ze zijn wel erg traag. Het duurt ook lang voordat ze gekiemd zijn. Dus dat. Dat kan soms. Een week of 4 of meer zelfs, maar dat schijnt dus normaal te zijn. En dan verloopt de groei ook klaar. Je ziet, het zijn hele kleine zaadjes. En daar komen dadelijk toch behoorlijke planten uit voort. Maar goed, ik ga ze dus proberen één voor één in een potje te leggen. En dan is het afwachten wat er gaat kiemen. Ze kiemen dus traag, maar ze groeien ook vrij traag, zeker in het begin. En pas laat in het jaar gaan ze echt een knol vormen. Dus er valt weinig van te zeggen in de loop van het groeiseizoen. Deze van, er vormen wel knol of geen knollen. Dat gebeurt pas laat in het seizoen. Voordat ze echt mooie knollen vormen. En dan in oktober, november, je kunt ze ook wel langer laten staan, kun je de knollen dan oosten. En ik vind ze dus best wel lekker. Bij pastinaak en aardappel om er puree van te maken. Je kunt ze in erwtensoep gooien. Nou ja, goed, er zijn diverse toepassingen voor. Nou, dat was het laatste zaadje. En die kan ik dus weer terug in mijn zakje steken. En dan rol ik hem weer op dicht en dan kan ik hem weer opbergen. Dus even kijken, dan heb ik mijn bakjes zover klaar. Dan mijn waterbak erbij pak. En dan strui ik eerst mijn potjes af met een dun laagje zaai- en stekgrond. Zodat er een klein laagje overop komt. Zodat de zaadjes goed vochtig blijven.
Als ze bovenop liggen, ja, dan kunnen ze natuurlijk opdrogen. Als je nou een klein laagje nog overop doet, dan blijven ze goed vochtig. Veel hoeft het niet te zijn, want de zaadjes zijn dun. En ja, ze moeten wel boven kunnen komen natuurlijk. Nou, een beetje nog aandrukken, zodat ze goed contact maken met de grond. En dan kunnen ze zo dadelijk de waterbak in om van onderuit het vocht op te zuigen. Ik weet niet of het dadelijk in de camera zichtbaar is, maar als de zaaiensteiggrond van boven nat begint te kijken, vochtig, donkerder, dan is er voldoende vocht erboven getrokken. Nou goed, en je kunt aan het papier ook wel zien dadelijk dat die helemaal vochtig zijn. En dan is het heel potje voorzien van water, want die komt van onder naar boven. Dan gaan we er nog een labeltje bij zetten, zodat ik ook weet dadelijk als ze in de kweekkast staan welke knolcel er hier waren. En dan is het nou wachten. Dus ik knip er eventjes tussenuit. Zo, nou zit de bovenkant zit nat, dus daar zit voldoende vocht in. En kunnen ze overgezet worden in het kweekkastje bij de overige zaailingen die pas gezaaid zijn. Het is een kwestie van een beetje voorzichtig aanpakken. En dan kan ze met de hele rij in één keer overzetten in het kweekkastje. Zo, en dan de kap erop. Dan houdt het mooi warm en mooi vochtig erin. En kan je dus zo de vensterbak op. Tot de volgende keer!